De aanleg van de Blankenburg-verbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg is begonnen. Fietsers kunnen vanaf maandag niet langer gebruik maken van een aantal fietspaden in het Oeverbos en het recreatiepad ten zuiden van de Hoekse Lijn. Over drie weken komt ook het pad ten noorden van de toekomstige metroverbinding te vervallen. Het is de bedoeling dat de nieuwe snelweg met de naam A24 de A20 bij Vlaardingen via de Blankenburg-tunnel gaat verbinden met de A15 bij Rozenburg. Omwonenden worden dinsdag bijgepraat over het begin van de werkzaamheden.